Hoi allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie een beetje een DIY video. Want zoals dat jullie weten ben ik sinds dat ik mijn eigen planner heb gemaakt een beetje bezig met mijn stickers per maand te ontwerpen. Omdat ik dat super tof vind en ik denk dat als je dat zelf kan doen, dat dat je sowieso goedkoper gaat uitkomen. En in mijn Plan With Me van oktober en november hebben jullie kunnen zien hoe dat ik mijn eigen stickers dan gebruik en ik kreeg daar redelijk wat reactie op voor eigenlijk te laten zien hoe ik dat dan wel doe. Dus vandaag ga ik daar een video over maken en uiteindelijk heb ik voor de maand november dit stickersheet gemaakt die jullie waarschijnlijk al in mijn Plan With Me zullen gezien hebben, maar bon, deze is het dus in het begin. Ik maak niet alles helemaal zelf. Ik gebruik heel veel afbeeldingen van Google, van Pinterest. Dus het is niet dat ik het allemaal zelf ontwerp of zo. Omdat dat voor mij iets te veel tijd ook in beslag neemt. En het is toch voor persoonlijk gebruik. Dus dan kan dat wel. Dus ik ga vandaag tonen hoe dat jullie ook zo een sticker wel kunnen maken. Met alles wat dat jullie nodig hebben. Ik raad zeker aan om twee toffe kleuren bij elkaar te zoeken. Dat gaat het ook makkelijker maken om dan stickers te bepalen, omdat je dan perfect weet in welke twee kleuren dat je moet gaan zoeken. Dus het enige wat dat ik eigenlijk gebruik is Google en Pinterest en Word om het allemaal in te plakken en te maken. En natuurlijk print ik het ook af op stickerpapier. Dat is ja, vrij noodzakelijk voor stickers te maken. Maar ik laat jullie wel in de video zien welk stickerpapier ik gebruik. Die is niet te duur en eigenlijk echt nog wel oké als je zelf je stickers wilt maken. Dus als je super benieuwd bent naar hoe je zelf je stickers kan maken op een super makkelijke en betaalbare manier, blijf dan zeker kijken. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan zeker door hieronder op de abonneerknop te duwen. En ja, enjoy de video! Ah ja, nog één klein ding voordat we beginnen. Als je stickers wilt gaan maken voor je planner of voor je agenda, moet je allereerst zeker alles gaan afmeten. Dat kan zijn de breedte van hoe breed dat je wilt dat je sticker wordt, tot ook de hoogte. Zodat ik hier ook doe, ik heb grotere vakjes, ik heb van die headers en ik heb dan ook van die halve vakjes. Dus dan moet je zeker weten hoe breed dat je alles wilt. Bij mij is dat makkelijk omdat in mijn planner alles in kolommetjes is. Dus ik pak gewoon de kolom van de breedte van mijn kolom. Maar je kan dan natuurlijk zelf kiezen hoe groot dat je het wilt. Dat is perfect aan u. Dus dat was nog het laatste wat ik wil zeggen en nu gaan we echt aan de video beginnen. Wanneer ik aan mijn stickers ga beginnen, ga ik eerst wat op Pinterest en op Google zoeken naar bij mij dan gouden en grijze achtergronden, quotes, die ik kan gebruiken om mijn stickers mee te maken. Ook ga ik altijd op Pinterest zoeken naar free printable stickers, omdat je dan zoals je hier kan zien al voorgemaakte schablonen vindt die je voor persoonlijk gebruik kan gebruiken. En dan printscreen ik meestal die dat ik zelf wil gebruiken, zodat ik ze kan aanpassen in Word naar het formaat van mijn planner. En zo ga ik eigenlijk verder totdat ik genoeg materiaal heb verzameld voor mijn stickers rond te maken. En zoals je hier kan zien was ik al begonnen aan mijn maand november. En dan ga ik al mijn schermafbeeldingen er eigenlijk in invoegen. En ik doe ook altijd dat de afbeelding op de voorgrond is. Dan kan ik dat heel makkelijk verplaatsen. Misschien eventueel over een andere afbeelding zetten. Voor mij werkt dat het makkelijkste. Zoals je hier kan zien maak ik ook eigen vakjes. Daar ga ik dan een afbeelding invoegen en een tekstvak dat wit is. Wat meer doorzichtiger maken, zodat ik eigenlijk een schrijfvak creëer. En dit doe ik dan ook voor full boxes, half boxes, het hangt er vanaf. Mijn to-do of important headers maak ik ook zelf. Dan maak ik een blokje met de juiste afmetingen voor mijn planner en schrijf ik daar dan een tekst op. En dit gaat eigenlijk door totdat je het gewenste resultaat hebt en genoeg stickers hebt die jij graag wilt gebruiken. Als ik zoals hier een afbeelding gebruik die eigenlijk een witte achtergrond heeft, ga ik die rand wat lichtgrijziger maken, zodat ik perfect nog weet waar ik straks ga moeten knippen, zonder dat mijn afmetingen gaan veranderen.
Ook kan je natuurlijk zelf quotes op een afbeelding zetten. Dan plak je een afbeelding naar keuze in je Word document. En dan ga je daar met een tekstvak een quote inzetten die je zelf graag hebt. Of die past bij de maand of bij het thema dat je graag wilt invoegen. En zo kan je ook je eigen quote pagina's en stickers creëren. Dat is allemaal naar eigen voorkeur. Ik print mijn stickers op deze glossy A4 stickerpapier. Ik zal het in de beschrijving linken. En dan is dit de uitgeprinte versie. Ik heb er nog heel wat aan aangepast. Maar dit zijn dus de stickers voor mijn maand november. Dan ga ik met een cuttermesje eigenlijk alle randen gaan uitsnijden. Bij het uitsnijden moet je zien dat je niet te veel druk uitoefent, zodat er vanachter je het niet verder gaat doordrukken, maar dat je enkel de stickerlaag eigenlijk gaat uitsnijden. En dit doe je voor alle verschillende stickers die je hebt gedaan. Je kan ze natuurlijk ook uitknippen, maar dit werkt voor mij het beste en ook sneller als je daarna een sticker nodig hebt. En dan heb je gewoon je eigen plannerstickers gemaakt en ben je klaar om je agenda nog meer te gaan pimpen. Zo, dat was de video. Ik hoop dat jullie het een toffe video en een beetje interessant vonden. Het is niet heel veel speciaals, maar ik vond het toch wel de moeite om te delen. Als je zelf stickers wilt gaan maken, kleine tip voor als je eigenlijk niet zeker bent of dat je het effectief wilt gaan doen. Ik heb mijn eerste maand... heb ik stickers gemaakt in Word, maar ik heb het nog niet op stickerpapier afgeprint en ik had het gewoon op printerpapier afgeprint, uitgeknipt en dan met lijm opgeplakt om eigenlijk te zien of dat één de maten goed zaten, want ik wou geen stickervel verpesten als de maten nog niet goed zaten, plus ook te zien of dat het effectief wel iets zou helpen bij mij en of dat ik het echt wel tof vond. Dus dat is nog een kleine tip dat je niet onnodig stickervellen gaat aankopen of gaat gebruiken wanneer je nog niet zeker bent of dat de maten goed zitten. Dus voilà. En dan zie ik jullie graag in mijn volgende video terug. Doei!